De vereniging Duurzame Energie Bergendal is een actie gestart tegen een groot zonnepark dat de gemeente wil aanleggen tussen Millingen, Kekerdom en Leut. Volgens de vereniging gaat het om een gebied van 180 hectare, waarvan 50 hectare nieuwe natuur wordt. Veel omwonenden zijn het nu niet eens met het plan en komen in actie. We zijn vorige week begonnen met een handtekeningenactie. We hebben een zienswijze klaargemaakt, dat heeft onze advocaat gedaan. Die heeft een zienswijze ingediend, klaargemaakt. Eentje namens de vereniging en eentje namens de omwonenden. We hebben tot nu toe ongeveer 500 handtekeningen. Er is natuurlijk altijd sprake van mensen die blij zijn, heel blij zijn, en mensen die niet blij zijn of helemaal niet blij zijn. Nou, we zijn natuurlijk vanaf het begin met de inwoners in gesprek. We hebben natuurlijk een aantal informatieavonden al met elkaar doorgebracht. Het is een onderwerp geweest van de afgelopen verkiezingen, hè, waar het een belangrijk thema is geweest. Wij zijn zeker niet tegen, het is gewoon realiteit. We hebben ook grootscheeps actie gevoerd bij mensen om zoveel mogelijk zonnepanelen op dak te leggen. Tuurlijk, we moeten iets aan de energietransitie doen. De gemeente heeft daar verplichtingen voor. Natuurlijk moet dat gebeuren, maar niet op deze manier. De plannen zijn al in 2020 bekendgemaakt, waaruit is gebleken dat de gemeente kiest voor één groot zonnepark dat tegen Millingen aan wordt gebouwd. De toenmalige wethouder Nelson Verheul, die schreef zijn stukken ook: we gaan de zonnepanelen niet als confetti over de gemeente verspreiden, maar we gaan ze concentreren bij Millingen om zo de natuur te beschermen in de rest van de gemeente. Millingen was toch waardeloze grond, dus leg ze daar maar neer. We zijn in 2019 met dit proces gestart. Toen zijn we begonnen met zoekgebieden vast te stellen van waar willen we eigenlijk zonnepanelen wel en zonnepanelen niet. Dat is een zorgvuldig proces geweest waarbij we ook de inwoners uiteindelijk hebben betrokken. De inwoners maken zich zorgen over onder andere de natuur, maar ook zijn ze bang dat Millingen door dit zonnepark niet verder kan uitbreiden. Zonnepanelen komen ook te liggen tot aan de rand van de bebouwde kom. Dus als we hier mee verder gaan, dan kan de komende 30 jaar geen enkele uitbreiding, woningbouw meer plaatsvinden binnen Millingen. Is een opmerking die we natuurlijk ook al vaker hebben gehoord en ook al onderzocht is. En als het park verwezenlijkt wordt op de plek zoals die nu gepland is, is er nog meer dan genoeg ruimte om Millingen heen voor toekomstige woningbouw. Dus ook mensen die in de toekomst in Millingen willen gaan wonen op een nieuwe plek, daar is nog ruimte genoeg.